De maand mei is al even begonnen. We hebben het meireces gehad. Er is bevrijdingsdag gevierd, doden denk ik, koningsdag. Dus een weekje later dan normaal, tweede maandag van deze maand. Tijd voor een gesprek met burgemeester Henri Lemfrink van Leiden. Aantal onderwerpen op de planning. En ik zou graag willen beginnen met de opvang van Oekraïners. Welkom. Hoe staat het daarmee op dit moment? We hebben op dit moment zo'n 370 Oekraïners in de stad wonen, waar de gemeente van weet. Oekraïners zijn niet verplicht om zich in te schrijven. En als ze gewoon bij mensen in huis wonen en verder geen contacten hebben, dan weet je het niet altijd. Maar van 370 weten we het dat ze in Leiden wonen. Zo'n 90 daarvan die wonen in, aan de Schipholweg. Een voormalig kantoorgebouw dat door de gemeente is omgebouwd. Deze maand komt de oude zustersflat van het diakonessenhuis beschikbaar. Daar zijn kleinere appartementen ingemaakt. Ja, ik begrijp dat daar ook mensen kunnen wonen die een zorgachtergrond hebben, die misschien ook wel in het Alreine kunnen gaan werken. Nee, dat is niet helemaal zo. Wij hadden het plan samen met Alreine om het gereed te maken voor kansrijke asielzoekers en mensen met een status die belangstelling hadden om te werken in de zorg. Dat plan dat zou nog wel even vergen voordat we dat ontwikkeld hadden. Maar het gebouw stond leeg en toen de problematiek met die Oekraïners begonnen, toen hebben we gezegd, we gaan de fysieke kant daarvan nu al snel gereed maken, zodat we het pand kunnen gebruiken om Oekraïners op te vangen. Dus op dit moment zijn er 90 in de gemeentelijke opvang. De rest woont grotendeels bij particulieren. En je ziet dat daar een beetje een eind aan het, de uitrekbaarheid van het elastiek komt. Het is voor mensen die anderen in huis nemen ook wel zwaar. En je merkt dat het ook voor Oekraïners die bij anderen in huis wonen zwaar is. Want je geeft veel privacy op. Je hebt toch het gevoel dat je de ander tot last bent. En je merkt, hoewel dat eigenlijk in de praktijk nog best goed gaat, dat iedereen er ook naar verlangt om een plekje voor zichzelf te hebben. Dus we zien dat er veel aanvragen zijn van mensen die bij particulier worden opgevangen om in de nieuwe locatie bij het Alreine te mogen wonen. Dus dat zullen de meeste wel zijn. En daarna zijn wij bezig om ons voor te bereiden op de volgende groep die binnenkomt. Dus dat wij nieuwe accommodaties gereed maken. Maar daar zijn nog geen besluiten over genomen. Een maand geleden was er echt sprake van een crisissituatie. Landelijk werd er opgestart, dus in de veiligheidsregio had u het er met uw collega's over. Hoe groot is de stroom nu nog? Waar Leiden zich bijvoorbeeld op voorbereidt? Of is met deze twee opvanglocaties voor nu eigenlijk aan de vraag voldaan? Als wij de accommodatie bij het Alreine beschikbaar hebben, dan heeft de gemeente Leiden aan de taakstelling voldaan die nodig was om in heel Nederland tot 50.000 opvangplekken te komen. En die 50.000 opvangplekken die zijn voor nu voldoende. Ja. Er is nog steeds sprake van binnenkomende Oekraïnse vluchtelingen. Soms is dat een paar weken weer wat minder, dan is het weer ietsje meer. Het gaat niet om hele grote aantallen, maar wel gestaag. Het voordeel van dat het niet zo'n hele grote aantallen is, is dat je ook de tijd hebt om je een beetje voor te bereiden. Maar het kabinet heeft de veiligheidsregio's gevraagd om alvast na te denken over de volgende 25.000. En om die ook alvast in gereedheid te maken. Nou, daar gaan wij nu mee bezig om ervoor te zorgen dat die over niet al te lange tijd ook beschikbaar zijn als het nodig is. Want de huidige aantallen die zullen waarschijnlijk ergens in deze maand, zullen we de aantallen en de beschikbare capaciteit zullen elkaar kruisen. Dus dan moeten wij denken aan extra capaciteit. En dat gaat u in Leiden ook aanpakken. U had het de vorige keer ook over leegstaande woningen, sloopwoningen. Zijn dat dan de locaties of kijkt u ook nog wel naar een grotere centrale opvang? Nee, er is binnen de categorie vluchtelingen uit Oekraïne duidelijk dat het overgrote deel uit vrouwen bestaat, ook wel kinderen, ook wel oudere mannen, opa's die dan meekomen. Maar er is ook een groep alleenstaande mannen. Vaak ook mensen die bijvoorbeeld studeerden in Oekraïne of die daar werkten. En er zijn ook mensen die om welke reden dan ook wel Oekraïne zijn
ontvlucht. Ja, die niet zijn blijven vechten, wat eigenlijk de oproep was. Niet zijn blijven vechten, ja. Soms omdat ze zelf niet zo gezond zijn of dat er iets anders aan de hand is. En voor hen moet er ook opvang gezocht worden. En we hebben een aantal panden die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Ingericht zodat per woning een paar alleenstaande mannen samen kunnen wonen. En dat is makkelijker dan hen in de grote opvang op te vangen. Ja. Ik wil met u naar een aantal beelden in Leiden, want de afgelopen maand stond eigenlijk een aantal keer in het teken van de bekladding van beelden. De eerste beeld dat eigenlijk beklad was en op die manier in het nieuws kwam, is het regenboogstandbeeld op de Haarlemmerstraat, nog niet zo lang geleden aangelegd door het COC, de Belangenvereniging voor Mensen, LHBTQ+, zoals ze dat dan noemen. Wat zegt dat u dat er later ook het oorlogsmonument bij Mode de Valk beklad is? Wat zegt dat u? Nou, we hebben nou een aantal van die bekladdingen gehad. En ik vind het eigenlijk onacceptabel. Ik vind het gewoon onacceptabel. Als mensen zo weinig respect kunnen hebben voor het kunstwerk van een ander, dat vind ik het eerste wat al heel ernstig is. Het tweede is, het zadelt de gemeenschap op met kosten. En de boodschap die je misschien zou kwijt willen, daar heb je zoveel andere mogelijkheden voor om die boodschap kwijt te raken. Dit is eigenlijk niet te verdedigen. Nee. U zegt, die boodschap kunnen op veel andere plekken, kunnen deze mensen op een andere plek kwijt. Dit monument, daarvan werd gezegd, ja, de gemeente plaatst hier een standbeeld, of het COC plaatst hier een standbeeld. En daarmee zeggen we eigenlijk, ja, we zijn zo inclusief met elkaar, maar onderwel gebeurt er op het beleidsniveau in de stad gebeurt er helemaal niks. Dat is eigenlijk de kritiek die er uitspreekt. Vindt u die kritiek terecht? Nee, die vind ik niet terecht, want ik denk dat op dat vlak juist heel veel gebeurd is de afgelopen jaren. Natuurlijk kun je altijd meer willen. Dat hebben we op veel terreinen zo. Maar het is niet terecht om te veronderstellen dat er heel weinig of niets gebeurt. Dat is niet het geval. Er gebeurt veel en daar ben ik ook wel blij mee. Ik ben er ook trots op dat dat gebeurt. Soms is dat in overleg met het COC. Soms ontstaat dat door een initiatiefvoorstel van een raadslid, wat we afgelopen periode gehad hebben. Dus er zijn heel veel initiatieven op dat vlak. Aan het onderwijs, bij sportverenigingen, op verschillende plekken wordt aandacht gevraagd voor dit vraagstuk. En dat is belangrijk dat we dat blijven doen. Dus ik vind het ook nog onterecht. Maar los daarvan, als je boodschap dan dat is, richt je dan tot degene tot wie je dan moet richten. Mm. En we hebben een prima postbus. Daar kun je van alles in kwijt. Je kunt raadsleden opbellen. Je kunt van alles doen in dat kader. Je kunt een ingezonden stuk in de krant schrijven. Je kunt zelf op je social media van alles roepen. Daarmee hoef je dit soort bekladdingen toch niet te doen. Nee, tegelijkertijd zie ik het ook als een soort noodkreet. Want blijkbaar, ik kan me niet voorstellen, maar dat ligt misschien ook aan mij, dat mensen zomaar overgaan tot vandalisme of een bekladding. Dat spreekt ook een soort hulpvraag uit of een noodkreet van hoor ons nou eens. Bent u met deze mensen in gesprek gegaan? Nou, zelf niet. Ik weet dat er in de stad een discussie bijeenkomst is georganiseerd waar wethouder Van Delft aanwezig is. Maar ook daar geloof ik niet dat we echt het beeld hebben gekregen dat we te maken hadden gehad met de mensen die dit gedaan hebben. Zou u met deze mensen in gesprek willen? Ik zou het op zich best willen. Dus daar sta ik altijd voor open. Maar ik wil graag met iedereen in gesprek die ergens mee zit. Dat is het probleem niet. Het moet altijd nog een beetje in de agenda passen natuurlijk. Maar de vraag is, wat wil je hier eigenlijk mee uitdrukken? En bij is dat voor u duidelijk geworden? We kijken nu naar de Haarlemmerstraat, maar het gaat ook om het oorlogsmonument, de dag voor Doda, denk ik. Ja, een beladen moment voor veel mensen. Dat heb ik bekeken, maar ik snapte er niets van. Dus als je ook al niet eens duidelijk maakt wat de tekst inhoudt en dat iemand anders dat kan snappen waar het om gaat, ja, dan is het toch echt alleen maar vandalisme. Ja. En welke actie onderneemt u dan? U hebt aangifte gedaan. Is dat de actie die je als gemeente dan onderneemt? Ja, dat is denk ik toch het primaire, want het is het vernielen van publiek eigendom. En dat moeten we allemaal weer met belastinggeld schoonmaken. Dat doen we ook, hè? Want als je het zo laat, dan is dat ook een uitnodiging om daarmee door te gaan. Dat is niet de bedoeling. Dat moet ook direct weer schoongemaakt worden. Dus dat hebben we steeds gedaan. Dat is ook belangrijk dat we dat doen.
Maar veel meer dan dat kun je niet doen. En als wij de dader vinden, dan zullen wij de kosten ook op hem of haar verhalen. Ja. We hebben nu in korte tijd een aantal bekladdingen gezien. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Nou, het krijgt media-aandacht, er is aandacht voor, er komt een reactie van de gemeente op bepaalde momenten. Er is een gesprek geweest. Nou, u zegt, dat is de vraag of dat met de mensen was die dan met graffiti hebben gespoten. Is er achter de schermen ook actie om meer van dit soort bekladdingen in de toekomst te voorkomen? Ja, de vraag is hoe je het voorkomt. Hè? Want je weet nooit in welke hoek je het moet zoeken. En dat kan ook iedere keer een ander zijn. Nu hebben we een paar keer de queer of roze invalshoek gezien. Maar die indruk had ik niet direct bij het bekladden van het monument bij Molen de Valk. Althans, dat was mij niet duidelijk uit de tekst. Dus je kunt het uit verschillende hoeken verwachten. Ja. En dan weet je ook niet zo goed wat je moet doen. En je kunt niet permanent iemand naast het monument zetten. Dus wat dat betreft, we zijn een open samenleving. En een open samenleving maakt zichzelf kwetsbaar. En dat moet je met elkaar dragen. Maar je moet elkaar er ook op aan kunnen spreken. En de bevolking moet ook samen uiting kunnen geven aan het feit dat dit niet de bedoeling is om dat met elkaar te doen. Nee. Heeft het u iets gebracht, deze bekladdingen? Ja, helemaal niks. Dit brengt ook niet dat wij nou plotseling denken, nou moeten we iets anders gaan doen. Daar moet je toch ook wel een beetje de argumenten voor hebben. En die mis je natuurlijk bij deze bekladding. Ja. Kijk, wat zie je hier? KK, gemeente, een anarchisme teken en iets wat misschien een mes en bloed of zo in zich houdt. Maar wat ze ermee willen zeggen, geen flauw idee. Nee, het lijkt me niet een prettige boodschap om te ontvangen. Nou, het is aan u gericht, of aan ons, ik weet niet. Ik weet het niet. U nodigde onlangs al de pers uit om te vertellen over hoe goed het eigenlijk gaat met de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Leiden, om het zo te zeggen. Het gaat over de plek waar de onderwereld en de bovenwereld elkaar raken. We hebben het ook in dit gesprek daar eerder over gehad. Het kan om van allerlei zaken gaan, bijvoorbeeld investeringen in vastgoed, maar ook het ronselen van jongeren in de stad. U zei eigenlijk, het gaat heel goed. We hebben veel zaken lopen tegen mensen die een vergunning hebben aangevraagd, bijvoorbeeld. U zegt daarmee eigenlijk, ja, we hebben veel zaken lopen, dus de aanpak gaat goed. Is dat terecht dat u zegt, nou, we hebben veel zaken. Is dat alleen maar goed als er veel zaken zijn in de stad die onderzocht worden op de investering van crimineel geld? Het was niet de bedoeling om te zeggen dat het goed gaat. De bedoeling was om de pers duidelijk te maken wat er zoal speelt op dat vlak. En er speelt best veel. Maar goed, u hebt daar ook gezegd, Leiden loopt voorop. We hebben een progressieve aanpak, we zijn er flink mee bezig. Dat heb ik geïnterpreteerd als het gaat goed. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen als het gaat om het toepassen van de wet Bibop. Dat is een wet die het mogelijk maakt voor gemeenten en andere vergunningverleners om onderzoek te doen naar de achtergronden van degene die straks de vergunning zou krijgen. Om te voorkomen bijvoorbeeld dat er crimineel verkregen vermogen geïnvesteerd wordt. Of om te voorkomen dat er andere op geld waardeerbare voordelen ontstaan die allemaal met criminaliteit te maken hebben. Nou, daar zijn wij inderdaad redelijk actief in Nederland. Daar zijn we een beetje frontrunner, dat is zeker. Dat wil nog niet zeggen dat we hier alles hebben uitgebannen, want dat zou echt een illusie zijn. Dat vraagt echt samenwerking tussen de opsporingsinstanties, de gemeente en ook wel private organisaties om onze samenleving weerbaarder te maken. Want wij zijn kwetsbaarder geworden de afgelopen decennia voor allerlei vormen van crimineel gedrag. En laten we het even over die Bibop hebben, want u zei dat net, we hebben het daar ook eerder over gehad. Dat betekent dat u vergunningen, als iemand een vergunning aanvraagt, gaat u kijken waar komt het geld vandaan, hoe komt diegene aan dat geld. Nou is een tweetal advocaten dat vorige week in het Leids Dagblad zei, ja, door die stevige procedures worden ook bona fide ondernemers die alles goed op orde hebben, stevig aangepakt. En dat leidt zelfs tot ondernemers die zich terugtrekken uit de stad. Die denken, nou, ik ga wel naar een andere stad, want dit is zo moeilijk om hier aan de bak te komen. Hoe luister je nu naar die kritiek dan? Nou, ik vond het geen sterk verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Omdat het belangrijkste is dat de gemeente zelf onderzoek moet doen. Dat doen maar weinig gemeenten. En die besteden het uit aan een landelijk bureau. Ja, maar dat landelijk bureau mag alleen maar onderzoek doen op basis van gegevens die door de gemeente zelf zijn aangeleverd. Of die al bij de
opsporingsinstanties en de Belastingdienst en dergelijke aanwezig zijn. Dus die mogen niet zelf om gegevens vragen aan de aanvragers, mogen niet zelf nader onderzoek. Dat mag helemaal niet. Nee. Wie dat wel mag, dat is de gemeente. Dus ja, als je dat niet ook doet, wij doen en dat ook. En heeft veel zaken gehad de afgelopen tijd, waarvan bijvoorbeeld advocaat Jaap Baar zegt, de procedures worden zo vertraagd dat sommige vergunningsaanvragers zich terugtrekken. Er lopen ook procedures tegen de gemeente. Nou, dat duurt nog een tijd om te kijken of u dan terecht... En u mag daar ook niks over zeggen over als u een onderzoek hebt lopen. Maar hij zei ook, als de Belastingdienst nou geen probleem heeft en een accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd en toch stelt de gemeenteleider dan veel vragen over waarom het niet in de haak is, dan zegt u dus, u hebt gegevens van de Belastingdienst nodig, maar de Belastingdienst heeft het bijvoorbeeld al goedgekeurd en toch gaat u daarop in, zegt deze advocaat. Die zegt, ja, dat is eigenlijk veel te streng beleid. Nou, ik denk dat hij ongelijk heeft. Ten eerste, als dat zo zou zijn, dan zouden wij wel een keertje door de rechter zijn teruggefloten. Die maar zaken lopen nog? Ja, maar er zijn al diverse zaken voor de rechter geweest. Dus dat geloof ik niet zo direct. Dat zouden we dan wel moeten zien. Het tweede wat daarbij speelt, als de Belastingdienst ergens geen opmerking over gemaakt heeft, wil dat niet zeggen dat de Belastingdienst iets heeft goedgekeurd. De Belastingdienst kan niet elke zaak en elke belastingplichtige op alles controleren. Daar is die capaciteit er helemaal niet voor. Dus men doet steekproefsgewijs hier en daar is een onderzoekje. En dan komt men soms ergens op. Maar bij heel veel is dat helemaal niet het geval. En de gemeente onderzoekt ook niet iedereen. We doen dat als er indicaties zijn om iets te gaan doen. Niet elke aanvrager krijgt een BIBOP-formulier toegestuurd. Dat zou ook een verkeerd ingevuld vinkje kunnen zijn over heeft u wel of niet een heel simpel vraagje waarvan u zegt, oh, dat is verkeerd ingevuld. Nou, dat is een indicatie om dan onderzoek te gaan doen, terwijl nou, dat een foutje kan zijn. Dat zou kunnen, maar je moet er ook wel een beetje zorgvuldig mee zijn. Als dat blijkt dat dat ten onrechte was, dan is het ook snel weer afgelopen. Dus dat duurt ook helemaal niet zo heel erg lang. Dat is een foute veronderstelling. Maar wanneer iemand een buitengewoon ingewikkeld juridische kerstboom heeft opgetuigd met allemaal verschillende juridische entiteiten, is dat wel iets, waarom is dat eigenlijk zo? En wat zit daarachter? Dus dat is voor ons wel een aanleiding om te zeggen, dat willen we wel even induiken in dat geheel. Maar gaat u dan niet te veel op de stoel zitten van de rechter uiteindelijk? Want wij weten ook dat als een zaak voor langere tijd niet de deuren kan openen, dat dat publiekelijk bekend wordt, dat het kan schadelijk zijn voor de ondernemer. Bent u daar niet te stevig op, ook voor ondernemers die er uiteindelijk last van hebben, omdat ze bijvoorbeeld heel erg vertraagd worden in hun vergunningsaanvraag? Maar dit was de bedoeling van de wet. De bedoeling was nou juist dat de overheid eerst eens een keer zou nadenken voordat ze die vergunningen zouden verlenen. En dat doen wij hiermee. Wij zoeken dat goed uit. Die wet zegt ook, de gemeente moet eerst zelf onderzoek doen. En niet steeds alleen maar naar het landelijk bureau gaan. Als alle gemeenten alles naar het landelijk bureau sturen, dan ligt dat bureau plat. Want dan kunnen ze lang niet aan, al die casus. Mm-hmm. De gemeente moet zelf dat onderzoek doen. Bovendien, als je dat goed doet en je gaat naar het landelijk bureau, hebben zij ook betere gegevens om te gaan adviseren op dat geheel. Dus doe je dat eigen onderzoek niet, dan kom je daar eigenlijk niet verder mee. En als een ondernemer dat de spullen in orde heeft, dat hebben we ook gemerkt, dan komt daar ook geen probleem bij ons. En kunnen we die verlening ook vervolgens kunnen we daartoe overgaan van die vergunning. En dat gebeurt dan ook. We krijgen daarnaast ook signalen van bona fide ondernemers die zeggen, ja, dit vinden wij nou fijn. Want wij hebben last van die mensen die met fout geld hier gaan investeren. Dat is voor ons oneerlijke concurrentie. Mm-hmm. Wij willen dat de overheid daar goed naar kijkt. Die zijn daar positief over. Dat vind ik ook mooi om te horen. En dat die zijn signalen ook de ondernemers die goed bekend zijn met het gemeentehuis, die weten hoe het in Leiden werkt. Er zijn natuurlijk ook ondernemers die hier voor het eerst komen. En elke gemeente houdt er een heel eigen vergunningstraject op na. Die hebben heel veel moeite, zeggen ook deze advocaten, om in Leiden uit te zoeken hoe werkt dit. En door dan een fout bijvoorbeeld, duurt het veel langer dan iemand die hier goed bekend is. Dus daarvan kunnen we zeggen, ja, dat zijn de mensen die u hoort. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hier proberen voet aan wal te krijgen. Kijk, moet zich voorstellen dat in Nederland investeerders in heel Nederland te maken hebben met situaties die lokaal een beetje verschillen. Dat is zo. En als je ergens aan de slag gaat, dan is er vaak sprake van vooroverleg. Dan is er contact met ambtenaren, dan is er contact met de gemeente in brede zin. Hoe gaat dit hier en hoe gaan we dat doen?
daar komt ook bij dat je in sommige situaties, als daar aanleiding is voor de gemeente, want wij doen dat niet in alle gevallen, mm-hmm. als wij denken hier moeten we een beetje oppassen, dan sturen wij een bibopformulier toe. En dat bibopformulier is gewoon een formulier met allerlei vragen, die moet je invullen. En als je die vragen hebt ingevuld, kan dat soms aanleiding zijn voor nadere vragen. Maar heel vaak is ook gewoon de conclusie, nou, is oké, dan is het klaar. Dat gebeurt in de meeste gevallen, kan ik wel zeggen. Dus zo dramatisch zie ik het helemaal niet. Het omgekeerde komt ook voor. Dat mensen dan zo'n streng formulier zien en denken, oh jeetje, dan moet ik met mijn water voor de dokter. Weet je wat? Ja. Ik trek de aanvraag wel in. Of het ik is doe te veel dus. Werk. Nou, zegt, dat lijkt mij amper het geval voor iets wat een grote investering behelst. Dan is dit echt peanuts vergeleken bij al de rest van het werk. Dat lijkt mij echt flauwekul om dat te zeggen. Zij hebben de mogelijkheid om die dingen keurig op papier te zetten. Zo ingewikkeld is dat ook weer niet. Ik wil nog met u een ander punt van ondermijning. Want u zei in het begin terecht, het gaat niet alleen over bibop, het gaat veel breder en we hebben te maken met criminaliteit. Onlangs werd Amar Haroui geïnterviewd door het Leids Dagblad. Hij is van de Stichting Hoop en Ontwikkeling. En hij wil eigenlijk migranten samen, een deel van de migranten in Leiden verbinden aan de westerse samenleving. Dat is zijn doel. En hij zei, ik zie dat de Amsterdamse mokromafia voet aan wal zet in Leiden. Jongeren gaan de criminaliteit in. Hoe groot is dat probleem wat hij daar signaleerde? Nou, we zien eigenlijk, en dat geldt niet alleen voor Leiden, we zien op meer plekken in Nederland dat drugscriminelen proberen jongeren te ronselen. En voor jongeren is dat soms een interessant perspectief. Ze zien vrienden en vriendinnen soms in één keer met relatief veel geld allerlei dingen kunnen doen. Die stijgen in achting. Horloges, precies, auto's. Ja. Die stijgen in achting en denken, daar moeten wij ook wat mee. En dat zien wij hier in Leiden ook, net als in de meeste andere gemeenten. En daar, kunnen de meeste andere gemeenten, is dat probleem in Leiden niet groter of minder groot dan in andere gemeenten? Nee, het is niet per se groter. Je moet wel in de wat grotere gemeenten zijn of gemeenten die tegen grotere gemeenten aan liggen. Om een beetje in dat circuit mee te doen. Gebeurt op het platteland misschien toch net een tandje anders. Daar zijn andere vraagstukken die daar een rol spelen dan in de wat grotere gemeenten. Maar we zien het dus breder. In Den Haag heel sterk, waarschijnlijk nog sterker dan in Leiden. Maar je ziet het in Zoetermeer, je ziet het in Delft. Maar je ziet het ook wel een beetje in de Bollenstreek. Zodat je dat wel als een algemeen gegeven kunt zien. Mm-hmm. En daar moet je natuurlijk wat aan doen. En daar hebben we. We hebben met andere gemeenten in de regio eigenlijk een soort project dealbrekers opgezet. Waar we langs verschillende sporen jongeren willen laten zien wat de gevolgen zijn van dit gedrag. En daar ook en daarnaast proberen we daar ook tegen op te treden. We hebben een stedelijke jeugdaanpak in Leiden. Die jongeren die al fors over de schreef zijn gegaan. Die hen begeleiden, die de ouders begeleiden, de school begeleiden. Wat moeten we ervoor doen om te zorgen dat die jongeren niet verder het verkeerde pad op Geld geven voor die mooie telefoon, bijvoorbeeld, denk ik dan. Het gaat om jongeren van 12, 13, 14 jaar oud soms, echt aan het begin van hun puberteit. Die kijken naar hun vrienden en er maar één te zijn die mooie spullen heeft. Wat toch veel aanlokkelijker is dan het rechte pad voor sommigen. Zeker als het niet zo goed lukt op school bijvoorbeeld. Het zijn vaak de jongeren waarmee het al niet zo goed gaat in de samenleving. Ja, dat is ook de reden dat wij dit soort aanpakken hebben opgezet. En dat is best intensief om daarmee bezig te zijn zo. Maar ik heb daar wel verwachtingen van dat we daar echt wel een deuk mee in de pak boter slaan. Ja. Amar Haroui zegt, ja, er worden echt jongeren geronseld die ook als drugscourier worden ingezet en in het klein beginnen en dan langzaam opgroeien. Nou, in Amsterdam is dat ook duidelijk geweest dat de jongeren die 10 jaar geleden als drugscourier begonnen, dat inmiddels ook moordenaars zijn bijvoorbeeld. Moeten we ons zorgen maken in de stad? Ja, we moeten ons best zorgen maken over deze ontwikkeling. Het is niet zo dat die hier nou harder gaat dan ergens anders. Dat is echt niet zo. Het is ook niet zo dat het probleem hier veel groter is dan elders. Maar dat betekent niet dat je dan vervolgens maar rustig moet gaan slapen. Dat is juist een reden om te zeggen, laten we voorkomen dat het hier echt doorslaat. En dat is ook de reden dat wij met deze aanpak begonnen zijn. Dat gebeurt niet overal in Nederland. Dus voor ons is het ook een kwestie van, werkt deze aanpak langs die verschillende sporen?
En als dat zo is, ja, dan hebben wij misschien ook iets waar andere gemeenten van kunnen leren. Ja. En wanneer, hoe kunnen we concluderen met elkaar dat het gelukt is straks? Ja, dat is toch, dat zijn toch de signalen die we op dit moment hebben van het aantal jongeren dat wordt aangetroffen met drugs. Het aantal jongeren dat in de handelssfeer actief is geweest. Ja. Dus zijn de gegevens van de politie zijn er toch ook wel hoe jongeren het op school doen en hoe het in brede zin met jongeren gaat. Dus het is een breed scala aan gegevens die je gebruikt om te kijken of de aanpak succesvol is. Tot slot, anderhalve maand geleden hadden we met elkaar de gemeenteraadsverkiezingen. En in heel Nederland, in Leiden ook, de coalitieonderhandelingen zijn bezig. U zit daar niet aan tafel, maar ik kan me wel voorstellen dat u een idee heeft over waar het met de stad heen moet de komende 4 jaar. Hoe zien wat u betreft de komende 4 jaar eruit, politiek gezien? Wat staat er hoog op de agenda? Nou, ik denk dat er veel thema's zijn die ook landelijk spelen, die ook hier de komende jaren weer dominant zijn. Woningbouw is er één, de tekort aan woningen is echt enorm en dat zien we bij de meeste partijen ook gewoon weer terug als een thema waar we iets mee moeten. Duurzaamheid is een belangrijk thema, zal ook de komende periode meer energietransitie, energietransitie is ook om een andere reden heel erg belangrijk geworden. En als we zien hoe het conflict met Oekraïne zich ontwikkelt en de afhankelijkheid die wij hebben van Russisch gas en Russische olie. Het is voor ons heel belangrijk om die onafhankelijkheid weer terug te krijgen. En dat vraagt ook anders omgaan met energie. Dus nu heb je een tweede reden om daarmee om te gaan. Niet alleen goed voor het milieu en voor onze kinderen en kleinkinderen, maar het is ook van belang in verband met de geopolitieke situatie. Dus die elementen zullen absoluut een belangrijke rol krijgen. Klimaatadaptatie en alle dingen die daarmee samenhangen zijn belangrijk. Nee. En er zijn wat dat betreft veel thema's die we de komende periode wel weer ter hand zullen moeten nemen. Heeft u een voorkeur voor een coalitie van partijen? Natuurlijk heb ik een voorkeur, maar dat heeft vanuit mijn positie niet zoveel zin om dat te uiten. Ik ga ervan uit dat met de nieuwe coalitie heel goed te werken valt. En dat er, hoe dat ook de uitkomst zal zijn, we weer een goed college hebben die de stad goed zou kunnen besturen. Nou. Dat ga ik dan met u volgen en dan horen we uiteindelijk vast nog wel eens of het weer het beste of een van de beste colleges ooit was, zoals u wel eens gezegd hebt over de afgelopen colleges. We laten het hierbij voor deze maand. Volgende maand dan spreek ik u weer. Dit gesprek is de hele week terug te kijken op Zuiderstad TV. Is ook natuurlijk online terug te kijken op zuiderstad.nl. En volgende maand dan zijn we er weer. Dan is het ook Pinksteren volgens mij. Dus dan zijn we weer een weekje later. Maar dan weer op deze zender natuurlijk het gesprek met de burgemeester. Burgemeester Henri Lemfrink van Leiden, dank u wel.